Vlak voor de thuiswedstrijd tegen NAC Breda op vrijdag 8 maart zien we Sepp de Rover tussen de reserves van NAC lopen. De Rover speelde van januari 2008 tot en met juni 2010 in dienst van Groningen. Hoewel het seizoen 2009-2010 kwam hij een groot deel niet in actie door een zware knieblessure. Deze liep hij al na 3 minuten op tijdens de thuiswedstrijd tegen NEC op 29 november 2009. De Rover heeft veel pijn. Het was een tackle op de bal, zo toch op het eerste gezicht. Dat gebeurt dan hier. Nu gilt hij het uit van de pijn. En daar heeft Tiwan Zonkisa niet echt deel aan. Ja, de Rover is niet de speler die snel opgeeft, maar geeft toch aan dat het niet kan. Ja, ik kan me nog levendig herinneren en ik heb onlangs heb ik de beelden ook nog eens teruggezien. Dus ja, dat was voor mij een afschuwelijk moment. Maar goed, dat gebeurt en ik ben nu weer helemaal fit, dus dat ligt achter me. De Rover kwam in januari 2008 over van Sparta Rotterdam als vervanger van de naar Ajax vertrokken Bruno Silva. Ruim een maand later scoorde de Rover al zijn eerste doelpunt voor FC Groningen in Tilburg tegen Willem II. De Rover met de voorsprong. De rechtsback schoot zichzelf in het seizoen 2008-2009 in de geschiedenisboeken van FC Groningen. Wie scoorde bijvoorbeeld het allereerste doelpunt van de competitie 2008-2009? Ja, dat weet ik nog wel. Vitesse uit. Een afvallende bal die ik in één keer pak. En die ging er heel goed in. Dus dat zijn momenten die vergeet je natuurlijk niet snel. Op de doellijn, dat is Barry Powell. Veldhuizen komt toch één vuist en dat is voldoende. De Rover, oh wat een mooie goal van Sepp de Rover. De eerste van het nieuwe seizoen valt na dik 9 minuten voetbal in Arnhem en is voor FC Groningen. De Rover scoorde bijzondere doelpunten in dienst van FC Groningen. Nog een leuke vrije trap tegen Feyenoord? Ja, ook dat, ja, onder de muur. Ja, dat zijn wel speciale momenten. Dus de Rover weer in de boeken als man van een in ieder geval aardig doelpunt. Een paar jaar geleden werd ons gevraagd of een van onze spelers een bezoek zou willen brengen aan de jeugdgevangenis. Poortje, om daar iets te vertellen, hè, hoe je topsport beleeft en wat je er allemaal voor moet doen. En Sepp schat ik in, ik denk nou die jongens prima in staat om daar een heel aardig en heel leuk motiverend verhaal over te vertellen. Dus ik heb Sepp toen gevraagd om met mij mee te gaan naar het Poortje. Maar ja, hij heeft natuurlijk een achternaam. Je begrijpt precies wat ik bedoel. En nou ja, Sepp kwam daar en hij introduceerde zichzelf inderdaad als Sepp de Rover. Een jongen uit België en rechtervleugelverdediger bij FC Groningen. Waarop een van de jongelui de vinger omhoog deed. En zei, ja, ik laat me niet in de maling nemen, maar dat is nou precies de reden waarom ik hier zit. Dus dat was een hele aardige. Dus wellicht hadden we beter toen iemand mee kunnen nemen met een wat andere achternaam dan de Rover. In de zomer van 2010 keerde de Rover na 52 officiële wedstrijden voor FC Groningen terug naar België. Ik ben dan naar Lokeren gegaan. En dat was geen succes. Ik heb hier op het einde bij Groningen natuurlijk mijn kruisband gescheurd. En daarna heb ik eigenlijk nog een nieuwe operatie nodig gehad, omdat er ook nog andere schade was. En dat was het probleem. Dus ik heb anderhalf tot bijna 2 jaar niet gevoetbald. En nu ben ik alles al gespeeld tot nu natuurlijk. Maar nu voel ik me prima en fit. Dus. Ook alles weer goed met je knie? Jawel, jawel. Daarom. Ik heb daar nog geen probleem mee gehad. En nu voelt het wel of ik nog jaren door kan. Maar tegen FC Groningen komt de Rover uiteindelijk niet in actie. Dat was de keuze van de trainer. Ik heb dit jaar alles al gespeeld, dus dat was wel een beetje teleurstellend. Maar goed, het is zo en dat komt wel goed. Het was een tactische keuze? Ja, dat moet je aan de trainer vragen. Maar ik voel me heel goed in Breda. En de club heeft uitgesproken dat ze met me verder willen en ik sta er ook voor open. Dus.